I have a dream. Dat zei Martin Luther King. Hij wilde de wereld veranderen. Zo dachten Dennis Karpers en Eelco van der Linden er in 2002 ook over. De een fanatiek kitesurfer en de andere hardcore reiziger. Tijdens hun trips door Afrika werden ze allebei geraakt door de impact van AIDS. Stilletjes zagen ze het virus de wereld overnemen. Maar die stilte hebben ze samen doorbroken. Wat begon als een droom is uitgekomen. Dance for Life. Lokaal, nationaal en internationaal actief op 5 continenten. Een organisatie die AIDS de wereld uithelpt, op geheel eigen wijze. Het AIDS-virus verspreidt zich zo snel dat er elke 12 seconden iemand besmet raakt met HIV. En elke 15 seconden sterft er zelfs iemand aan de gevolgen van AIDS. Wereldwijd zijn er meer dan 33 miljoen mensen geïnfecteerd. 33 miljoen. Dat kun je je toch niet voorstellen? HIV lijkt misschien ver weg, maar ook in Nederland komt het voor. Meestal opgelopen door onveilige seks. Elke week krijgen hier 2 of 3 jongeren de diagnose HIV. Dat zijn er meer dan 100 per jaar. Toch is het risico hier veel kleiner dan in arme landen. Door armoede verspreidt het virus zich daar sneller. Met betere voorlichting en goedkopere medicijnen kan de negatieve spiraal doorbroken worden. Want iedereen heeft toch recht op een gezond leven. En dat is waar Dance for Life voor gaat. Jongeren wereldwijd een toekomst zonder AIDS. Wereldwijd. Dat klinkt vrij ambitieus. Toch moet het kunnen. De wereld is niet meer zo groot. Jonge mensen weten wat er speelt. Ze dragen graag een steentje bij aan een betere wereld. Via MSN, Twitter en Facebook komen jongeren met elkaar in contact. Ze hebben overal een mening over. Daarom sluiten ze zich aan bij groepen met dezelfde gedachten. Ze komen in actie en zo ontstaat er letterlijk en figuurlijk een movement. Dance for Life moedigt jongeren aan om samen in actie te komen tegen HIV en AIDS. En wat voor actie? Met de energie van een vulkaanuitbarsting wil Dance for Life het virus verslaan. Samen met jou en miljoenen anderen wordt het AIDS-probleem aangepakt. Dance for Life kiest voor een positieve aanpak. Op een manier die jonge mensen wereldwijd in beweging brengt. Dance for Life gelooft in de kracht van jongeren. Door samen te dansen komt er een universele energie vrij. Daarom is dans de spirit van Dance for Life. Die Dance for Life vibe kom je overal tegen. Het werkt aanstekelijk. Dat heb je vast wel eens gevoeld. En anders wordt het wel eens tijd, niet? Want wat je geloof, huidskleur of kledingsmaak ook is, samen dansen schept een band. Dance for Life doet dat met Schools for Life. Het spectaculaire scholenprogramma trapt af met Inspire. Een inspirerende warming-up met muziek, dans en heftige verhalen over HIV en AIDS. In het tweede gedeelte leert Dance for Life je een lesje. Na Educate kun je andere mensen vertellen hoe het AIDS-probleem aangepakt kan worden. Daarna is het tijd om te knallen. Met Activate daagt Dance for Life de scholieren uit om hun talent en creativiteit te gebruiken om geld in te zamelen voor AIDS-bestrijdingsprojecten. Schools for Life sluit af met het sensationele Dance for Life-event. Time to celebrate. Door de live-satellietverbinding staan scholieren oog in oog met dansende jongeren uit Argentinië, Barbados, Cameroen, Duitsland, India, Ierland, Mexico, Moldavië, Nepal, Nederland, Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, Tanzania, Turkije, Oeganda en nog veel meer. Samen wordt het succes van alle acties gevierd. Een movement die wereldwijd voelbaar is. Aan het eind van de rit mogen deze jongeren zich Agent for Change noemen. Met die titel op zak bewijs je dat je de power hebt om de wereld te veranderen. Dus spread the word. Want een wereld zonder AIDS, dat is toch een droom die uitkomt?